Dus godverdomme, dat had al 4 keer kunnen gebeuren. Bij de 50. Grappig. Ja, dan hoef je het niet meer. Nee. Een oude klamme dot. Ongezout lekker de podcast. Goed idee. Ja, een beetje uit het sap horen. Niet voor deze keer gedaan. Nee, we hebben het gewoon over de meest briljante oplossingen gehad voor het klimaatprobleem. Nou, maar niet, het is geen bier. Nou, als het maar niet persoonlijk van maken. Ik zou weken niet opblijven. Als jij gaat zitten schijpen, dan krijg je terug, moet ik ook schijpen. Welkom bij Ongezouten. De podcast. Number 27. En counting. Zo, we zijn weer, boys. Ja, heerlijk. Steve, zijn we begonnen? Lekker. Je was wakker met de intro. Je ging gewoon even nog. Nou, misschien moet je even een seintje geven of zo. Nee, waarom? Nee, we hebben opnemers. Nee, dan hadden we starten en lopen. Het was al lang geen 8 uur meer. Patrick, dus, de rode lamp eraan. Ik wou net zeggen, het rode licht eraan. Ik zie het rode licht. Als ik zeg 8 uur beginnen en het wordt 8 over 8, ja, dan heb ik het losgelaten. Oh. We waren al 8 minuten bezig. Maar ik zit zo onder je kruk te kijken. Voor mij heb ik wel iets meer losgelaten al. Dat zijn macadamia-noten. Ja, trouwens, ik heb een lol uit de bibs. Love you out the bibs, ja. Hey, maar welkom allemaal, mensjes. Hi. Dankjewel. How it's fucking live. Ja, ontzettend goed. Jawel. Ja. Wat ben jij overdreven energiek in één keer naar die knop aangaat? Je kwam rustig binnen. Je kwam heel rustig binnen. Nou, dat viel wel mee, toch? En nou ben je los. Ik ben die trap op gerend. Die knop gaat op rood. Hij raakt in de war. Ja, jij gaat in overenergiestand, in overdrijf. Ja, en jij hebt iets met je oog. Ik heb een piepoog. Een piepoog. Is dat de eerste keer die jij een poepoog hebt? Ja, dit is de eerste keer dat ik wist ook echt niet wat het overkwam, eigenlijk. Ja. Dit is de eerste keer dat ik een poepoog heb. Is dat een tip? Als iets 1 keer gebeurt, is dat een incident. Nee, ik zal hem weglaten. Yes. Maar goed, maar het is op een gegeven moment. Ik word eergisteren wakker en ik dacht, lijkt wel of dat hij helemaal lekker zit. Ik denk slapertje of zo. Ja, dan heb je toch wel eens een slapertje. Ja, toch? Dat kennen we toch allemaal, een slapertje. Dus ik loop naar de badkamer toe en er zat inderdaad een aardig slapertje. Een beetje zo... Zo'n groene... Ja. Okay. En het is eigenlijk... Hij heeft op je gezicht gezeten. Wie? Ja, wie? Ja, ik weet niet. Heb jij onder een lindenboom gelegen? Ja, nee. Hou eens even op, jongens. Niet zo over mevrouw. Maar goed, weet het. Dus ik heb het schoongemaakt. En toen dacht ik van, nou zal het wel weg zijn. Je oog op het bed? Nee, mijn oog. Oh, oké. En toen werd het eigenlijk steeds erger. En, heb jij het schoongemaakt met gekookt water? Dat heb ik dus vandaag van mijn lieve vrouw door te zeggen. Je moet even een kopje water koken. Oma's tip, jongen. Dat dan, brandt toch? Dat kop je niet, hoor. Maar ze had wel moeten zeggen van... Moet laat het afkoelen. Water even afkoelen. Dus nu is het niet alleen dik van de ontstokerheid, maar het is ook groot van de verbranding. Maar je kan nog wel gewoon zien. Dat wat? Nee, er zit brandsalve in. Nou, ik zie niks meer. Maar hoe? Want het heet een poepoog. Ja, waarom heet het een poepoog? Ja, waarom? Staan? Er zit een gestront in mijn ogen. Ik denk dat ik weet dat de eerste keer dat iemand dat had... En dan komen we op het verhaal van jou een paar weken geleden terug. Het vinger door het... En dat je daarna bijvoorbeeld denkt van... Ik haal even een slapertje uit mijn ogen. Dat noemen ze pink eye. Dan heb ik een poepie oog. Dat ziet er echt heel anders uit, hoor. Dan krijg je echt zo'n heel raar rood, roze, ontstoken strontoog. Heb je dat wel eens gehad? Nee, ik ken iemand namelijk die het er gehad heb. We weten allemaal waarom dan. Ja. Iets te ruw vegen. Nee. Die had een klein baby op dat moment. Dus die had waarschijnlijk gewoon die luier verschoond. En die zijn klauwen helemaal goed. En of tussendoor even tijdens het verschonen even van zo... Even een vinger omhoog. Maar... Emotioneel moment. Ja. De eerste pamper. Ja, het was zo tyfus lucht dat de tranen in zijn ogen schoten. Dat ken je ook nog natuurlijk. Maar goed, dat weet je niet. Oké. Dus nee, maar dat is goed. Het ziet er... Je kan dus gewoon goed zien. Nou, nee, niet helemaal lekker. Nee. Want ik wilde vanmiddag hadden, maakte ik nog rijtjes ook een ooglapje voor je maken. Ja, maar tot wat zei ik en toen begin ik dus, nou ja. Nee, ik heb 30% dat zicht allemaal rechteroog. En nog 1% allemaal linkeroog. Dus ik denk niet dat echt... Het zal iets meer zijn. Maar ik, mijn moeder, ik had vroeger, zoals jullie weten, heb ik een lui oog. Wat zijn nou kwaak? Heb ik een lui oog, dus af en toe als ik een beetje veel gedronken heb. Mm-hmm. Of al dubieuze middelen tot me genomen heb, dan wil ik nog wel eens een hoekig oog hebben. Ja. En dat dachten ze vroeger van, nou, dat gaan we oplossen. Ja. En dan kreeg ik dus een plakker op mijn goede oog. Dat is zo'n mooie plaatje. Mijn lieve moeder. Nee, Donald Duck. Gewoon zo'n sticker, gewoon een plakker op je oog. En dan ging je dus, ga maar lekker fietsen buiten, weet je wel. Dat soort dingen allemaal. Rende tegen palen aan en zo.
zo. Oh, nou dan snap ik weer een hoofdvlak is aan de zijkant. Heb je goed gezien, ja. Hey, maar poepoog, dat wordt ook al een Hoorde Leon genoemd. Een hoe? Oh, je hebt het even de fact-checker. Jezus. In het ooglid zitten zweetklietjes en talgklietjes. De uitgang van zo'n klietje kan verstopt raken. Ja. Bacteriën kunnen dan in het klietje een ontsteking veroorzaken. Ja, dat is gebeurd, denk ik. Ja. Dus ik zweet te veel. Ja. Je werkt te hard. Ja. Nou, dan is Arnoud zijn vraag ook weer beantwoord van een paar weken geleden. Je bent, jij hebt het dus weer opgepakt. Ik ben overwerkt. Ja. Of je hebt met je zure vinger in je ogen. Ik heb gewoon een burn-out, dat geeft mijn ogen aan, denk ik. Ik denk kwaak. Iets minder werken. Ik denk het laatste wat jij zegt. Ik denk dat gewoon met zijn zure vingertjes in zijn ogen heb gezeten. Ja. En zit te peuren als een motherfucker. Mijn vinger geplast. Als een mol. Lekker. Dat is schoon, toch? Dat is wel helemaal steriel. Inderdaad. Ik vind een goede vraag. Stel het maar even. Ben jij een druppelaar? Of ben je een wiebelaar? Ik ben een depper. Een depper? Ja, pak jij een wc-papiertje en depp je snikker. Als ik ga schudden, dan zit namelijk heel mijn broek, mijn wc, alles eronder. Ja. Als ik ga druppelen, dat op mijn leeftijd duurt dat erg lang. Dus ik keer voor mezelf. Jij zegt dus, je bent een depper. Een depper. Ja, ik wist niet dat die groep bestond, zeg maar. Ja, ik ben ook de depper. Je depper jij ook? Ik heb altijd twee velletjes, pak ik dan. Ja. En die vouw ik dan dubbel. Ja. En dan sla ik drie keer tegen het dopje aan. Ja. Tok, tok, tok. Ja, ja, in de pot en klaar. Ja, wordt netjes. Ik maar... Ja, nee. Nou ben ik hier de rare. Hey, luister, Steve. Jullie gebruiken allemaal wc-papier. Ja. Luister, Steve. Ik woon met drie vrouwen in huis. Ja, dat krijg ik. Is sowieso... Sowieso ga ik zitten. Ja, sowieso. Alles smerig. Dus, dat doe ik ook. Ja, waar zijn dan mijn zittersballen voor? Maar als ik hem mag gaan slingeren, dan komt hij of tegen de porselein aan of tegen, of tegen de bril. Plafond. Ik zou je eerlijk zeggen. Hoor dan. Ik zou je eerlijk zeggen. Vandaar dat jij dat licht hebt, die starlight bij jou. Hey, maar dit is wel heel toevallig, want van de week zat ik op Insta en ik zag een filmpje voorbij komen van... Over een depper. Nee, over twee vrouwen die dan een hele discussie gingen hebben over dat mannen dus staan plassen, een tyfuszooi van maken in het toilet. Waarom mannen niet deppen. En het schijnt dus dat 80% niet. Ik vind dat een hele relevante vraag. Waarom mannen deppen? Ja. Nou, maar nu zeg jij dat. Maar het is ook heel vaak dat je hoort van openbare toiletten. Of toiletten in clubs, discotheeks. Ja. Zijn ze bij de vrouwen, zijn ze het goorst van allemaal. Ja, dat is echt, ja. En dat wij heb hebben de naam. Ja. Terwijl wij maar zijn even hele over dat deppen. Hygiëne. Weet je wie daarmee begonnen is? Johnny Depp. Ja, John. Steve, die is zo. Nou, die is zo. Johnny Depp. Jij bent bij wel eens op een verjaardag geweest, met Linde thuis. Mm-hmm. Bij ons staat, kijk, mijn vrouw, die woont natuurlijk met... 6 gasten. Ik heb bij jou wel thuis wel gedept, maar dan wel met een Donald Ducky. Ja. Oh, vandaar dat allemaal weer. Ik dacht dat hij zo lang geleden had dat hij een beetje vergeeld was. Want het was dus gewoon pis. Kwakker. Die was er helemaal klaar mee. Ook met een verjaardag plak zat een dingetje in zitten. Ja. Die hebt letterlijk met veel stift onder de wc-bril geschreven. Zit het pissen? Ook met een kleine lul. Duidelijk. Ja. Moet je heel goed, Jan. Nou, ook duidelijk. Met een kleine lul. Ik hou wel van dat soort dingen. Dus ik moet altijd wel lachen als je op zo'n humor. Ja. Je was er helemaal klaar mee. Ze zeggen, het is allemaal lachen. Ik sta elke keer die kloteplay schoten te maken, maar niemand anders doet het. Ja, het meisje heeft me gelijk. Maar nu komt het volgende. Jij bent dus helemaal verbaasd dat wij deppers zijn. Ja. Dat jullie wc-papier gebruiken als man na het plassen. Ja. Maar Patrick is besneden, dat weten we allemaal. Ik ook. Nou, iedereen die nu luistert ook. Ik ben ook besneden. Chris ook besneden. Ja. Oh, is dat? En jij ook natuurlijk. Nee, ik heb gewoon of het een grote lul of het een klein voorhuidje. Oh, dat was hem. Maar is half-half. Ja. Maar jij hebt dus waarschijnlijk gewoon nog een kilometer vooruit eroverheen hangen. Zeker, op zijn minst. Die dep het af. Nee, dan moet je slingeren. Jij bent een slingeraar, dat ken je anders. Jij moet hem druppelen. Je kan hem gewoon naar achteren trekken. Dat ding zit niet vast. Het is geen motorkap van een auto. Je kan dat ding gewoon naar achteren trekken. Ja, maar dan ben je een half uur bezig. Het is een beetje rolwerk. Maar ik bedoel ermee te zeggen, dat ding, dan, als je pist, trek je het ook gewoon. Je maakt het er ook de voorkeur van. Je legt hem even lekker eruit. Ja, je haalt hem even uit zijn vooruitje. En dan heb je de ruimte. Kan die lucht even pakken. Ik was echt heel jong namelijk. Ik ken mij echt niet meer. Ik vind het heel raar. Als ik het over mijn penis heb, dat jij zegt dat je heel jong bent. Nee, toen ik besneden was. Dus ik weet niet meer. Dat mag ik hopen, ja. Hoe dat werk met die rollendeur. Nou ben ik moet je dadelijk even kijken naar een podcast. Als je dus een lekker nachtje gezelligheid hebt gehad. En je wordt 's ochtends dus wakker. En je loopt met je slaapkop naar het toilet. En je moet zo ontiegelijk nodig zeiken. Je vergeet dat velletje naar achteren te trekken. En dan, alle kanten. Dat is
Dat gaat toch drie, vier kanten op dan? Ja, ja, ja. Dan komt dat er een beetje gekookt zaten. Datzelfde wat bij jou in je oog zat, zit er dan in. Ja. Dan heb je een poeplul. Dan moet je, weet je wat je moet doen? Dan moet je even een kopje water koken. Ja, dan met een watje dan. Maar nee, dan moet je erin houden. Echt adviseren om het even goed af te laten. Want dan heb je wel een rode dop, maar dan zie je op de manier hoe jij het wil. Schrikkelijk, jongens. Maar het is hygiënisch, Steve. Dat is wetenschappelijk bewezen. Dus. Ja. Deppen. Wat is hygiënisch? Deppen. Deppen, want van oude urine krijg je... Poepoog. Blaasontsteking. Oh. Dat heb ik nog nooit gehad. Nee. Nee. Ja, dan heb je geluk gehad. Ja. Dus. Ja, ik ga het nog niet proberen. Ik heb dit zo mijn eigen aangeleerd. En het gaat prima zitten, vind ik een bevorderlijk iets. Als, ja, ik ben lui. Ja, ja, dat is wel lekker. Op dat gebied. Telefoontje heerlijk. Mee. Heerlijk. Even zitten, even ja, maar weet je, stel dat je zit te pissen. Ja? Is het, eenmaal in één keer schijten. Kijk, dan zit je gelukkig al. Ja, maar je gaat er niet eerst een wc-pietje door je naad te halen en dan je lul of deppen. Maar dat weet vies, je, nee, zo bedoel ik het niet. Oeh. Maar weet je trouwens waar een blaasontsteking vaak door ontstaat? Door te zitten op koude ondergrond. Niet goed uitplassen. Door de E. coli bacterie. De E. coli bacterie is toch heel wat anders? Dat is een boepbacterie. Ja. Oh nee, dat is ebola trouwens wat ik bedoel. Dus ja, nou, daar krijg je ebola van. Dat is toch van de E. coli? Nou ja, jonge meiden hebben over het algemeen vaker gemiddeld een blaasontsteking. Ja, omdat ze de verkeerde kant op vegen. Precies. Voor de mensen thuis, wij zijn geen medische podcast. Alles wat wij zeggen is gewoon kenklare onzin zijn. Of van JetyPrico. Mocht je klachten hebben, paracetamolletje erin en gaan. Ja. We willen best even kijken hoor. We zijn allemaal privé. Paracetamol. Dan toch op de medische tour gaan. Ja. Hebben jullie wel eens een zetpil gedaan? Gehad, gekregen. Gegeven. En toen ik heel klein was natuurlijk, maar in je volwassenheid, zeg maar. Nee, dus dat je een volwassen man bent, of vrouw. Of, helaas wel, man. En dat, ik weet nog dat ik moest voor mijn rug geopereerd worden in het ziekenhuis. Is dat nog ook bij volwassen ook? Ja, en toen zei die van, ja, dat wordt best wel een pittige operatie. Ja. Je moet even zo'n ding innemen. Ik kreeg eerst een paar van die rode kleine pilletjes naar zo'n huis. Die moet in je achterwerk. Er kwam daar zo'n model. En ik zeg, ja, ik weet het niet, man, of ik daar wel mee eens ben. Misschien kan ik dat ook zonder doen. En hij zei alleen maar, het was een vrij een mannelijke man, een vrouwelijke man. En jij doet het? Of ik help je eventjes. Serieus? Ik help je even. Zeven seconden duurde het. Ik zou gelijk vragen, algehele narcose. Ja, we krijgen geld erbij. Wat zei je? Ja, maar dan ga je niet van tevoren zo'n zeppelin. Ik moest een ding maar doen voor als daarna, zeg maar, was dat niet voor je napijn. Of misschien kijken hoe ver het kon gaan. Werd er ook gefilmd? Niet dat ik weet. Wat zei die? Komt die? Oude, ik heb Isabel nooit zo hard zien lachen. Nou ja, dat snap ik. Nee, ik zeg, nou, ik probeer er onderuit te lullen. Hij zei alleen maar, het is heel simpel. Jij doet het. Heb jij gedaan? Of ik doe het. Heb jij gedaan ook ingeschreven bij de klismakliniek? Nee, ik heb nooit gehad. Dat lijkt me wel lachen. Ja? Ja, tuurlijk. Gewoon even je eigen helemaal leeg baffen. Ja, tuurlijk. Ooit heb ik dat op televisie gezien met die... met Patty Bright en die... Op Ibiza, nee. Op Ibiza, ja. Retretten maar. Ergens op Aruba. Eskogeus komen we eruit, man. Maar zou het voor ons goed zijn, soms een retretten, denk je? Ja, tuurlijk. Voor in ieder van ons. Tuurlijk. Ik denk wel met z'n vieren wat doen. Ja, in de podcast, live. Tijdens de podcast. Ja, maar, in de podcast. Tijdens de podcast. Maar dan gaan we weer live, jongens. Maar als je dan een retraite zou kiezen voor jezelf, zeg maar, waar zou je dan heen gaan? Ik zou bijvoorbeeld absoluut niet naar Ibiza gaan, terwijl ik een heleboel mensen ken die Ibiza echt helemaal heilig, het mooiste eiland van alles. En ik geloof het. Ja, maar wat is jouw Noorwegen? Ja, je zou gewoon even dat je eigenlijk of de grid gaat. Lucht, of de grid. Geen drukte. Ontspannen die slang naar binnen. En Chris naar Salau. Ja, zo Salau. Hoezo Chris nou weer naar Salau? Of naar die camping? Ik wil dat je dat onderbouwt. Oké, jij zou naar de Lievelingen gaan, denk ik. Nee. Nee, retret. Tuurlijk niet. Alle gekkigheid op stokkie. Wat is mijn favoriete vakantieland? Praag. Sorry, wat zei je? Oh nee, dat was je net. Oh, Griekenland. Ik dacht goed, Praag. Steve, ja? Okay, maar zou je dan op een eilandje gaan zitten? Zakynthos. Dus je gaat toch wel, zeg maar, als retretter ga je toch een beetje de drukte opzoeken. Hoezo, het is niet druk waar ik zit. Oké. Nee? Nee, meestal als ik er zit, ik maak zover. Iedereen gaat altijd 500 meter verderop zitten. Ik dacht dat Praag jouw favoriete... Ja. Oh nee, daar wilde je naartoe, maar dat ging net niet heen. Nou Bert, dan doe je het weer, hè. Dat is niet leuk. Het is wel grappig dat we het hierover hebben. Het is helemaal niet grappig. Helemaal niet grappig. Ik heb nog helemaal geen antwoord van jou gehad. Nou, ik zou dat dan meer richting zo'n Indianenstam. Gewoon in een tipi. Zuid-Amerika. Ja, zo'n zweethut. En dan met name... Ja, meestal van het eten schijt je eigenlijk sowieso wel helemaal eens. Dus. Nee, maar nee, meer in de zin van... Ik heb me een tijdje verdiept in dat ayahuasca, zeg maar. Ja, de spirituele... Meer in de spirituele dus kant. Dus jij zou echt een retraite gaan doen. Echt jezelf. Echt een retraite, ja. Met de volledige... Ja. Ook echt met zo'n... Dat zou mijn antwoord dus ook zijn. Ja, joh. Lekker dan. Echt van tevoren een boom knuffelen, wierookie. Nee, dat is niet zweverig. Dat is gewoon echt... En als dat gebeurt, dan gebeurt
weet dat, jongen. Dat is dan toch jammer. Dat is toch leuk. Dat is toch een ervaring. Die Indianen hebben cactussen. Dat heet peyote. Daar ga je zelf alles knuffelen waar je wil. Ja, zelfs cactussen. Ja. Nou, ik heb twee personen gesproken die ervaring hebben gehad met ayahuasca. Of met twee verschillende soorten. Dingen heb ik toch bij ons voor een aantal afleveringen geleden. In de podcast. Is bij ons in de podcast toch geweest. Daar ja, toen hebben we het erna over gehad. Ja. Niet in de podcast. Maar de Tigran had dat. De Tigran, ja. En dat was, vond ik heel interessant. En daarna ook een vriend van ons die dat dus gedaan heeft. En is die echt wel... Die had wat is het? Ayahuasca is een wortel. Dus dat maken ze aan met drie nog een kruid. En daardoor ga jij 8 uur lang... Alles neer of zo? Wat? Ja, of 8 uur aan de scheid. Of 8 uur aan je nek. Acht uur de perfecte trip waarin je alles tegenkomt met innerlijke... Ja, daar heb ik ook wel eens wat dingen van gehoord. Ik geloof dat wel in. Dan zou je ook je geboorte opnieuw kunnen ervaren. En zo extreem is dat, toch? Ja, ieder zo zijn eigen knopen. Ik ben eigenlijk knopen aan het ontrafelen eigenlijk. We hebben gebruikt onze hersens maar voor een heel laag percentage van de mogelijkheden. Ik heb er van de week met iemand over gehad. Dat is een mythe. Ik dacht 14%. Dat hebben we als in de film hebben we dat gehoord. Maar ze kunnen dat niet meten. Nee. Het gaat niet om wat je gebruikt, het gaat erom hoe het ingezet wordt. Nee, maar al je herinneringen en al je emoties, trauma's, dingen die je hebt meegemaakt in het verleden, die sla je toch ergens op. Ja. En de ene kan er heel makkelijk mee omgaan, die sluit dat af en die gaat verder. Maar er zijn ook heel veel mensen die laten dat dan weer... Zo, er komt even een helikopter. Ja, je ayahuasca-plant die begint te leven. dus voor ja, voor een ervaring dat je daar misschien... tot binnen weg aan het sturen. Dat je dat met jezelf tegenkomt, zeg maar. Je komt jezelf gewoon tegen doordat je in een andere status van je... Een mentale openbaring. Eigenlijk is het een soort van... Was op tv geweest, toch? Met zo'n NPO... We hebben het er over. Je hebt wel verschillende manieren om dit te doen. Dus een wortels, je hebt kruiden. Gezien, inderdaad. Met in zo'n tipi-tent, inderdaad. En die ging gewoon echt een paar uur huilen. En die kwam dat kan. Sommigen hebben een hele positieve vibe. Ja. En anderen hebben een... mindere dingen. Ja, ik lijkt me ook wel interessant. Maar waar zou je het dan doen? Zo heb je ook zou je dat dan op Terschelling doen? Trouwens, dat zou ook prima zijn. Is dat dan een beetje vergelijkbaar met die... DMT. Dat je sommige dingen ook kunnen overwinnen met die ijsbadentherapie. Nee, dat is toch heel anders. Je gaat met dit... Dat is toch ook wel... Dat zijn toch ook met focus en dingen Nou, dit is geen focus. Dit is een beetje hetzelfde als paddenstoelen. Alleen keer 100, denk ik. Nou, dat is niks voor mij dus. De laatste keer deed het lekker op. Zit niet te lachen, jij. Maar ik snap het wel. Jij zou het retretten naar jezelf zoeken. Echt kijken of dat je mind verder open kan zetten. Ik vind het ook een heel interessante verhaal. Bij een stam? Of net wat jij zegt, de Schelling? Nee, maar zou het niet. Ik zou het ook met jullie kunnen doen. Ik zou dan wel naar zo'n stam willen. Als je zoiets dan doet, zou ik wel voor de full package gaan. Gewoon traditioneel. Gewoon dat hij echt een kikker gevangen voor je. Dat klinkt zo zweetend als je daar ineens mee opkomt. Heel grappig natuurlijk. Maar dat is denk ik... Dat is wel grappig. Hè. Ik zie het wel voor me. De vlieger, jij gaat hier een jaar van tevoren ga je dat boeken. Je gaat er helemaal naartoe leven. Ja. Dan stap je eindelijk op het vliegveld naar Costa Rica. En jij stapt in het vliegtuig. Helemaal hyped. Helemaal zen. Je komt eraan. Je ontmoet zijn stam. Hij zegt, vanavond gaan we beginnen. Je gaat naar binnen en je begint je eigen 8 uur lang helemaal leeg te schijten. Leeg te kotsen. En het kost je bank €5.000. Nou, dat kan je wel in ieder geval vertellen. Dan heb je een ervaring gehad. Ja. Geen leuke ervaring, maar je hebt wel een ervaring gehad. En een herinnering rijker. Ja. Heel leuk. Nou, voor mij 8 op de 10, die wordt misselijk. Als je het is een soort gif ook niet zeggen. Nou, in Nederland zijn er ook een aantal waar je zeg maar gewoon... naartoe kan gaan. En dan blijf je gewoon, kan je kiezen voor een korte sessie of een lange sessie. Nou, een lange sessie zit je dus gewoon heel weekend. Dan kan je ook nog kiezen van, ik wil het alleen doen of ik wil het met een groep doen. Dus dan zit... Ja, Tigran heeft het toch helemaal uitgelegd volgens mij. Ja, als je het dus doet met een hele groep, dan is het wel het advies om dat met onbekende mensen te doen. Ja. Ik had ook gevraagd aan hem van, joh, want zou je dan bijvoorbeeld iemand mee kunnen nemen die dicht bij je staat? En dat zei hij ook van, weet je, dat wordt niet geadviseerd. Want het kan twee kanten op gaan. Als je met je kan in angst raken, maar je kan natuurlijk ook
Je moet sowieso mensen erbij hebben die in ieder geval weten waar ze mee te maken hebben. Ja. Die jou dat kunnen begeleiden in zo'n proces. Ja. Je doet het ook niet zomaar, want je moet echt wel echt goed je bent wel een beetje je spirituele tour gekomen ook jij. Een beetje naar je spirituele zelf aan het zoeken geweest de afgelopen 2 jaar. Hoor je er steeds vaker over praten? Dat heeft ook mee te maken met het feit te maken dat ik natuurlijk... 40 plus ben geworden een paar jaar geleden. Nou, wel wat interessante gesprekken heb gehad. En dan ga je natuurlijk nadenken over... Hoe je zo in het leven staat en hoe je zo bent gekomen. Ja, ik ken het niet. Is dat dan de midlife crisis? Nee, zo wil soort ik van. Zo wil ik het niet noemen. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Het zijn natuurlijk, ik denk dat we het allemaal. Met 18 in fase, met 30 in fase. Nou, ik ben. Nu met de ontdekkingsfase denk ik. Ja, de 40 fase. Ik hou zelf niet zo van stempels plaatsen, zeg maar. Van op iemand een etiket van oké, omdat die druk is. Een kind wordt heel vaak, als die druk heeft, wordt die. ADHD. Precies. Maar zelf heb ik dus 2 jaar geleden ontdekt dat ik dus ADD heb. En voor mij was dat een openbaring. Niet dat gelijk het punt was om aan te grijpen van nou, daarom heb ik waarschijnlijk zoveel struggles de afgelopen jaren gehad. Maar het verklaart wel. Het verklaart een hele hoop. En doordat je dan die ineens zo'n bevestiging krijgt, dan valt bij mij alles op zijn plek. Nou, je weet de oorzaak van sommige dingen. Dat is toch misschien voor in de toekomst makkelijker om rekening mee te houden. Van, hey, ik loop daar en daar tegenaan. Maar dat heet acceptatie, denk ik. Ja, ik bedoel, ik hoor heel mijn leven van... Je bent wel een beetje hyperactief. Ja, je hebt je ADHD. Ja, ik weet niet beter. Ik ga niet testen of zo. Het is wat het is en ik ben zoals ik ben. Ik zag op een gegeven moment een stukje. Dat was echt, dat vond ik zo mooi. Ik heb het ergens opgeslagen, maar ik weet niet op Facebook of wat. Dat ging dus over kinderen. Drukke of vervelende kinderen bestaan niet. Het is moeilijk voor een kind om op te groeien in een wereld waar de volwassenen nooit geen tijd hebben. Ja. Snap je? Ja. Dat is 100%. Hey, hallo, tik die maar even aan. Hoppa. Wijze worden ze niet vandaag, jongens. Maar, hey, dus blaas. Weet je waarom je eigenlijk nooit iemand met een bril moet slaan? Okay. Nou, ik ben benieuwd. Hè? Ik ben benieuwd. Ja, moet je met je vuist doen, kom veel harder aan. Je bent een lul. Oké, dit was het serieuze blokje, jongens. Maar, je wil nog even... Nou, even de kenmerken van iemand die ADD heeft. Dat is wel grappig. Want misschien, waar staat het voor? Ja, misschien zijn de luisteraars wel die zeggen... Hé, dat heb ik ook. Of dat ben ik ook. Alle dagen doorgedraaid. Waar staat ADD voor? Ja. Dat is voor mijn Engelse afkorting. Die heb ik niet zo snel voor me. Dan ben ik ook heel snel. Maar ik weet nog dat hij deze test dus een keertje in het begin toen hij dus dat gedaan had. Toen belde hij me op. Toen zegt hij, ik weet wat het is. Hij zegt, maar ja, volgens mij moet je ook een keer een test doen. Ik zeg, Pat, ik zou niet weten waarom. Ik weet, ik ben al 100 jaar zo. Ik ben zoals ik ben. Zegt hij, maar zal ik dan de test met je doen? Ik zeg, is prima. Het is de eerste keer dat ik 0 fout had. Kijk. Ja. Wil eens een keer wat. Maar de factor checker hebt de afkorting even gegoogeld? Ja. Attention defected disorder. Attention defected disorder. Oké, in Nederlands aandachtstekort. Aandacht. Nee, je aandacht niet te lang op bepaalde dingen kunnen houden. Tekort concentratie. Officieel wordt ADD een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit overwegend onoplettendheid type genoemd. Er is een sprake van een verminderde concentratie. Maar. Wel iedereen met ADD kan nog goed hakken. Hoppa! Ja, zeker. Lekker. Je hebt dus ook een verschil tussen ADD en ADHD. Nou, ik heb dus 80% ADD overwegend naar ADHD. Maar dat komt omdat sommige dingen gewoon hetzelfde zijn. Chaotisch, ongeorganiseerd en snel afgeleid. Ja. En impulsief. Lastig, lastig. Kijk maar. Lastig om taken of opdrachten af te maken. Ja. Ik heb er echt gelukkig allemaal gelast van, jongens. Wat moeite met luisteren of het opvolgen van aanwijzingen. Ja, dat kan ik. De laatste keer dat ik echt wat afgemaakt heb, waren de kinderen. Maar, hey. Je bent een lul. Vermijden van lastige taken die veel inspanning vragen. Vaak spullen. Dat is toch de hele jeugd tegenwoordig. Vaak spullen kwijt. Ja. Spullen kwijt, Vaak spullen kwijt. Het klinkt een beetje als puberteit inderdaad. Ik blijf gewoon heel lang puber. Vergeetachtig. Slordig overkomen en geen oog voor detail. Stemmingswisselingen. En het uiten van gevoelens is soms lastig. Als jij dit zo benoemt, dan denk ik ook echt, dit is een puber wat ik nou hoor. De kenmerken van een puber. Dat was die negatieve bedoeld. En de kenmerken van een puber, die zijn natuurlijk... De hersenhelften die gaan natuurlijk miscommuniceren met elkaar. Ja. We hebben linker hersenhelft, rechter hersenhelft. Voor mij is bij jongens vaak boven en onder gaat anders werken. Ja. Nee, dat na de puberteit.
Okay. Want dan krijg je ook gewoon een gespleten persoonlijkheid. Ja. Die van mij heet Joris. Joris. Achter mijn nat en Joris. Oh, oké. Die van mij is heet Erik. Erik. Ja. Met een C? Nee, met een K. Met een K. Ja. Waarom Erik? Erik, maar met een C is wel chic hoor. Erik. Nou, als ik valse gedachten heb, dan zeg ik van, ja, kom op man, dat is Erik. Ja, oké, maar het is niet zo, staat ergens voor. Nee, ja, nee, maar dat... Dus jij vindt dat alle Eriks... Nee, die onze podcast luisteren zijn vals en negatief. Ik vind het zo bagatelliserend. Ja, en ik hoorde net nog zeggen. Ja, ik zet nergens stempels op. Ja. Behalve op Eriks. Nou, mijn psycholoog zei gewoon, je moet gewoon... Hoe heet je psycholoog? Erik. Je moet het gewoon iets benoemen. Dus als je negatieve gedachten hebt, dan moet je het gewoon benoemen als een persoon of een naam. Ik heb dat met Rick. Je kan het ook een boom noemen. Gemeen Rick, bang Rick, eng Rick, vies Rick. Natte Rick. Oké, boy. Rick wil een stick. Hey, zijn er nog kijkersvragen? Zullen we eens even kijken? Volgens mij. En volgens mij wel. Van wat is de bijnaam voor jullie jonge heer? Hoor ik voorbij komen. Soms moet je gewoon eens op vakantie in je eigen hoofd. Dus, vraag het er nog één keer. Wat is de vraag van de luisteraar? Die is er dus niet. Nee. Maar wij willen wel even terugkomen. Iets anders heel leuks. Iets anders heel leuks. Ja, we willen even terugkomen op vorige week. Mr. Morgan. Mr. Morgan. Heeft hebben wij uitgedaagd in de podcast. Van joh, als we de volgende keer komen, gooi ons even in de mix. Ja. Nou, ik zit dus gisteren op het toilet. En ik denk, ik ga toch eens een keer in de mail kijken. En toen bleek dus dat hij redelijk snel, voor maar binnen 2 dagen of een dag zelfs, ja, al iets in onze mail had gedropt. Zijn jullie benieuwd? Ja. Zeker zijn we benieuwd. Voor de mensen thuis. Het is of... Je zaagt nu de planken van de muur af. Ja. Of het is een oorschurft wat je krijgt. Het spijt ons, maar wij vinden hem fucking vet. Ja, heel tof. Sander, bedoel jij Mr. Morgan heel toevallig? Ja, Mr. Morgan in de haat. Hij duurt 10 minuten. Ik hoop dat we zo hem genoeg info hebben gegeven. Ik denk het zeker wel. Ik hoop het. Ik denk dat hij satisfied is. Ja, satisfied. Ja, ja. Galm. Zo, hoppakee. Ja, Mr. Morgan. Poeh, ik ben gewoon moe. Zweet mij. Maar 10 minuten? Nee joh. Kijk uit dat het zweet die in je oog loopt. 1 minuut 17. Ogen als ik. Nee, dit kan je de luisteraar wel aandoen. Maar dan kun je beter gewoon naar zijn Spotify gaan en naar zijn eigen muziek luisteren. Ja. Dus. Nee, maar ik vond maar hem toch als je het vaak zeer hoort, creatief. Als je een beetje afgeleid bent met ADD bijvoorbeeld. Was dit een goeie? Of ADHD of whatever. Wat zei je? Hé, wat? Waar had het over? Maar dan kan het ook zijn dat je kutje op je voorhoofd hoort. Ja, dat hoor ik ook. Dat, dat hoor ik. Ja, dat is heel bizar. Wat ja. heb je liever? Nou, liever niet, want dan hebben ze iedere maand een hersenbloeding. Ja. En wat heb jij gehad dan? We allemaal zo'n oog. Of een blaasontsteking. Of een blaasontsteking, ja. Maar ik blijf zeggen, goed uitplassen. Dat begint te deppen. Pijlerine. Maar even terug, Mr. Morgan, hartstikke bedankt voor deze hele toffe inzetting. Super tof, jongen. Waanzinnig. Ja. Als mensen en als andere mensen willen overtreffen. Zo, succes. Kom erop. Ja, ja kom zeker. Erop. Ja, misschien een leuke rap of zo ervan maken over kusje op je voorhoofd. Ja, ik zou wel dat laatste stukje weglaten van Steve Voort. Hoezo nou weer? We zitten nou meteen Steve. Eerst Erik en nou Steve. Stempel in niemand. Maar ik vond het wel grappig dat hij dat zo dropte bij ons. Super ja, heel tof. Blij dat we in ieder geval nog één luisteraar hebben. Ja. Ja, over. Over. Na vandaag. Staat deze ook, trouwens ook op zijn Spotify playlist? Ik zou het niet weten. Zou wel heel tof. Soundcloud, denk ik. Daar staat hij op. Ja, Soundcloud? Ja, je stuurde hem via de Soundcloud, toch? Ik zou via PeerCloud. Ja, PeerCloud, maar dat is anders dan wij onderling gebruiken.
Nou, dat wel in ieder geval Sander, hartstikke tof. Ja, ik vind, ik vond het beter dan Europapa. Ja, ik zeker weten. Ik, nu, ik moet zeggen, nu ik luister met koptelefoon, dan komt het wel meer binnen als ik het van week... Ja, ik denk, jij was niet met te houden. Je stond te hakken hier, alsof je op Defcon One stond. Nee, het tapijt is kaal. Je stond die macadamia motor achter te gooien alsof het ecstasypilletjes waren. Nou, ik zit wel altijd... maar ik praat niet graag met mijn mond vol. Nee. Heel goed, heel goed, heel goed. Zijn dat, is dat een van de dingen die je geleerd hebt van je moeder? Wat zijn nog meer dingen? Wat vind je irritant blijkbaar? Want ik hoorde de vorige podcast dat ik ook gewoon te eten had, we allemaal te eten. Nou, ik vond het, dat vond ik voor jou heel erg irritant. Ik vond het van mezelf ook irritant. Ja. Dat is allemaal wel leuk. Ik word thuis daar ook wel eens op aangesproken. We zijn toch wel een beetje manieren... Maar wat voor dingen vind je nou echt... Wat zijn jouw kicks, zeg maar? Dus of tics? Waar ga jij echt op af, jongen? Dat je denkt, even, als je dat doet, ik word helemaal gek. Ik loop weg. Ik loop weg. Met eten, dus dingetjes die andere mensen doen om je heen. Nou, zal ik dat eens vertellen? Ja, vertel. Wordt het een persoonlijke voor mij? Nee, en dan ga ik niet elke keer zeggen door ADD. Maar waar ik heel veel moeite mee heb, is als iedereen door elkaar in praat. Welkom in onze podcast. Dan moet je hier niet komen zitten. Nou, serieus. Ja, moet je maar kijken. Moet je ook gelijk zijn blik kijken. Nee, maar dat is echt... Waarom kijk je alleen naar Steve? Waar ik op dit moment zeg maar het meeste last van heb. Dat is naar mij. Waarom kijk je naar Steve en mij? Patrick. We praten er niet door je heen. Nee. misschien zou het wel goed zijn dat wij ooit eens zo'n stok kopen. Zo'n de talking stick. Nee, ik merk gewoon met verjaardagen, als er gewoon heel veel mensen in de kamer zijn. Dan heb ik steeds meer moeite om zeg maar één gesprek te volgen. Ja, oké. Okay. Maar is dat niet gewoon door drukte in het algemeen? Ja, ik weet niet. Het lijkt of dat sterker wordt. Kom zeg harder maar. Binnen. Ja, gewoon. Ik heb geen filter meer. Dus normaal gesproken dan hoor je allerlei geluiden. En dan kan je dat waarschijnlijk normaal gesproken afsluiten. Filteren. En als je dan met iemand in gesprek bent, dan kan je gewoon dat gesprek voeren. Maar ik hoor daar wat en daar wat en daar wat. En ik sla alles op. Jij bent er overal op gefocust dan? Alles sla ik op. En dan kan je dus degene waar je op dat moment mee aan het praten bent, kan je dus niet... Nee, dus dan heeft diegene zo van, nou, ik zit wat te vertellen, maar volgens mij zit je helemaal niet te luisteren. Ja, nee, dat klopt. Ja, dat zo komt het dan over. Ja. En daar ben ik... Boeit je wel wat, alleen het komt gewoon niet het binnen. Het is altijd er geweest, maar ik ben me er nu bewust van. Snap je? En dat is dus... Ja, ik kan maar... Ik vind het drukker hoe beter juist. Heel goed begrijpen wat jij bedoelt. Want ik heb zelf, ben ik wel de meeste die dat hoort eigenlijk, ook van mensen, weet je dat... In één keer aangetikt wordt door mijn wederhelft. Van joh, laat nou even iemand uitpraten. Want jij hoort een schietje in één keer in over die enthousiasme. Ja. Waarschijnlijk tegenovergestelde. Dat moet ik op dat moment moet ik dat zeggen. Maar dan ben jij tegen. Totdat ik op een gegeven moment iemand tegenover me zat. Die exact hetzelfde had. En toen dacht ik bij mezelf. Fuck, dat is druk. Irritant. Hè? Yeah. Maar is dan het tegenovergestelde... Wat mij nou even. Maar ik ben dus tegenovergesteld. Ja, maar is dan het tegenovergestelde DDA? Ja, daar komt hij. Ja. Nou. Oké, okay. Nee. Oh, jij doet gewoon totale reverse. Ja, ik denk is dat DDA? Ja. Oké. Okay. Maar je bedoelt eigenlijk iets heel simpels. Zoals bijvoorbeeld... Ja, ik kan een dronken mens, heb ik het heel erg. Ja, als ze echt vervelend dronken zijn, verschrikkelijk. En dan gaan ze van alles tegen je zeggen. En een dag later, ze hebben geen idee meer wat ze gezegd hebben. Nee. Denk, hou dan je mijl. En zeker als je zelf echt helemaal nuchter bent. Ja. Dat is echt irritant. Zo irritant. Hey, ik bedoel eigenlijk iets heel kleins. Ik heb het, ken je van die mensen die gaan staan mee te praten? Ik pak ze een bak koffie. Ja. En dan gooien ze er twee suikerklontjes in. Dan pakken ze die koffie voor. Dan gaan ze tegen ze praten. En dan roeren ze godverdomme net zo lang tot die hele fucking bodem bij eruit is. Dan. Ja. Ik word helemaal knetter. Ik kan er niet tegen. Ja, maar ik kan echt niet tegen. Dat geluid. Nee, dat geluid. Maar is dat bij jou alleen in een koffiekopje of ook in een papieren bekertje? Want met maak gereed uit. Dat ding stopt met roeren. Met een bekertje heb ik er glas van. Met zo'n houten staafje. Ik hoor een geluid. Ik word gewoon denken, waarom roer je zo lang? Maar stop met roeren. Glas, jongen, denk ik, jezus, dief op. Daarom drink jij je koffie zwart zeker. Yes. Dat zijn wel die dingen. Ik moet gewoon opstaan en weglopen. Ik kan worden helemaal gek. Helemaal knetter. Dus, Oké. Okay. Ja, ik irriteer mij overal aan. Dus het is heel om op te zoomen. Dus. Zullen we iets positiefs doen vandaag? Ja. Oh ja, leuk. Ja, gezellig. Heb jij wat positiefs dan? Positiefs? Jawel, zeker wel. Ik moet even kijken waar die zit. Want ik ben weer echt loom vandaag, jongen. Let op. Culinaire tip. Hey. En dan voeg ik wat ze doen. Tieren, piebel. Een snufje van dit en een handje van dat. En dat zag je dus op het laatst dat het een geitenkaas werd. Kutbediening. De muziek is kut. En de kaart is kut. Ik miste wel een bittertje bij de rindy penis met kaviaar. Ah, welkom, jongens. Kom, ga
ga zitten. Een culinair tipje. Hoppakee. Nou, ik heb het toch niet vertellen dat je nou weer uit eten ik bent geweest. Ik ben weer uit eten geweest. Oh, dus maar, je hebt niks zelf gemaakt? Het is... Nee. Hoi. Nee, sorry. Ik word jij gesponsord door de ongeduid lekker? Heb trouwens wat? Nog wat lekkers... Nou, ja. Nou. Nou, ik heb wel wat lekkers gemaakt, maar... Het is wel leuk. Kunnen we Robert het weer moeilijk maken? Moet hij alles erop gaan zoeken? Nee, dat was een heel simpel receptje. Dus gewoon een biefstuk op brood. Dat was lekker. Oeh, dat is wel lekker. Witbrood. Nee. Van het hoe heet deze, dat Duits, deze brood. Brood. Van het kant-en-klare flik je ook in die oven. Er zitten kruiden op en zo. Laag koolhydraten. Hè, hoe? Laag koolhydraten. Nee, focaccia. Ja, zo'n ding, ja. Focaccia. En dan met pesto spread erop. Een beetje rucola sla. Italiaans. Ik hoor alleen maar Italiaans. En dan het woord biefstuk. Oh, lekker. Lekker biefstukje erop. En gebakken champignons. Maar die biefstuk. Ik ga dus naar die slager. Ja. Merde. En die slager is? Arie Bakker. Arie de slager. Onze slager. Slagerbakker. Bakkerslager. Topslager. Ja. Topslager. Echt waar. Daar kan je niks lulles over zeggen. Dan heb je een gruwelijk blauwe plekje trouwens. Ja, maar dat is heel wat anders. Ik luister niet soms. Ik was even afgeleid. Had ik. Dus ik zeg, joh, doe maar even een lekker stukje biefstuk. En dus die pak gelijk een stukje kogelbiefstuk. En ik zat te kijken. Ik denk, nou, weet je, doe maar niet. Doe maar niet de kogelbiefstukje. Doe maar een lekker haasbiefstukje. Ja, die is wel een stukje prijziger. Ja. En ze pakken een heel klein stukje haasbiefstuk. Dus nou, dat mag wel wat groter. Doe die maar. Dus ik wijs daar een stukje aan. En er was een stukje van, nou, nog geen 400 gram. Ik denk, nou, daar kan ik wel mee maken op die broodjes. Weet je wel, dat kan ik daar wel mee vullen. Dat komt wel goed. Afrekenen. €50, zegt hij. Ja. Wat? Ik denk, de tyfus. Jij moest de tweede hypotheek afsluiten voor dat stukje vlees. Ik heb dat ook een keer gehad. Isabel, ja. We woonden net samen. Toen zei ze, ga jij vlees halen? Maar ik heb gewoon trek. Toen had je nog niet en zo ik, wel... En ik kom bij zo'n vitrine en ik zeg, daar leg van die varkenshaas. Nee, ja. Andere spul. Slaving? Entrecoos. Oh. Ja, doe er maar twee. Ja, het zijn groot. Ja, doe er maar twee. Je zegt, moet je afrekenen. 80 gulden toen de tijd. Oh, 80 piek. Zo Maar dan is een bavetje voor mij veel verdeliger. Veel verdeliger. Veel verdeliger. Ja, we hadden het alleen. Maar hij was wel echt heel goed, hoor. Ja. Echt waar. Piemelbiefstukje. Gewoon simpel. Maar dit is niet de tip dan, toch? Dat was niet de tip. Okay. De tip was, ik was lekker uit eten geweest. We blijven zeurklager. En we doen een keurslager. Ik was natuurlijk jarig geweest. Gefeliciteerd. Ja, en nou, ik hoorde je vrouw ook. En mijn vrouw dus. Ook gefeliciteerd. En wij doen dus, er zit dus een week tussen. En doen we altijd gewoon in die week gaan we lekker uit eten. Ja. Want dan zijn we allebei even oud. Of even jong. Mm-hmm. Ik zeg maar even oud. Tussenin. Zij is ouder dan jou dan? Ja, 51 weken. Ja. 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 Precies de draagtijd van een olifant. Ja. Ja. Is dat 51 weken? Maar wij waren naar een heerlijk tappersrestaurantje geweest in de kerk. Pegasus. Oh ja, heb ik al eens van gehoord. En dat was, nou, ik ben er ooit een keer eerder geweest in een partycentrum. Ik zie Chris heel wijselijk met een vinger. We hebben het al eerder hebben gehad. Over Pegasus? Ja, het doet mij ook ergens een lille belletje. Dit hebben we al gehad, hoor. Hebben we Pegasus al gehad? Die hebben we zeker gehad. In de partycentrum naast het ding. In de... Ah, maar dat geeft niet. Jo, nee. Doe het nog even. Ja, zeker. Nee, die zou... Ik ben helder van geest. Wij hebben het erover gehad, maar dat was buiten de podcast om. Dat was gisteravond toen we aan het... Ik kan het me niet heugen, hoor. Maar dat kan ook ADD zijn. Toen we aan de Hayabusa zaten. Weet je nog? Hayabusa. De Hayabusa. Gehad, jongen. Maar dat is toch wel lekker bij Pegasus. Dat zijn gewoon heerlijke tapas. Ook Hollandse keuken tapas. Gewoon simpel. Maar wel erg lekker. Hele leuke bediening. Die eigenaar. Hele toffe vent. Echt relaxed. Gewoon helemaal goed. Heerlijke toetjes. Het is dus tapas. Maar de toetjes, die zitten erbij. Dus zo'n lief heeft 9 crème brûlée's heeft hij op. Ja, hij vond ze lekker. Ja. Ja, hij vond ze lekker. Dus je kan gewoon elke ronde kan je gewoon toetje bestellen. Deed hij. Twee tegelijk. Lekker. Ja. Gelijk heb je. Ja. Hij dacht, waarom mag het? Zeg, kijk maar jongen. Ja. Kijk maar jongen. Wat zei papa? Mama zei, en jij vindt het raar dat hij dus 9 van die dingen afvinkt in de box van Kwaak. Dat is gewoon oversuikeren. Suikeripartie. Hij was druk. Ja. Maar het was... 9 crème brûlée's. Het was leuk, het was lekker, het was gezellig. Ik heb een topavond gehad. Shout-out to my woman. Er zit een dopje op, die moet eraf. Ja. Die heeft dat geregeld en was super. Nice. Was hartstikke leuk. Ja. Nou, leuk. Oké, dus nog één keer.
Pegasus Ridderkerk. Ridderkerk. Mijn excuses naar jou, Bert. Ik dacht echt dat we het... maar ik heb zo... Nee, hebben het buiten de, dat we het al... hebben het buiten de podcast hebben we het gehad. Je moet mij niet alles vertellen, joh. Nee, sorry. Maar nou even over... dat als mijn kinderen vragen van... nou, we gaan uit eten. Jullie mogen kiezen. Ja. Nou, dan is het gewoon 9 van 10 keer daar in Papendrecht. Zo'n bokkenfeem gebeuren. Dan kunnen ze pakken wat ze willen. Dan kunnen ze pakken wat ze willen. En dan is het eerst beginnen met poffertjes. Weet je dat? Weet je wat ik dan het ergste vind? Ja. Dan gaan we naar een bokrestaurant. Ja, er staat daar van alles. Van sushi tot ik ken hem, nou, de rekste dingen. Ik alles bokken, vers. Alle. Dan gaan ze poffertjes eten. Ja. Kaasvlees, frikandellen en patat. Ja, kom op jongens. Gaan we of gewoon voor 34,95. We gaan of naar frittellen of naar de hapsnap. Daar ben ik er klaar mee. Ja. Nou, ik heb dus mijn jongste zoon, die is dus redelijk culinair. De oudste, die begint ook aardig lekker te knagen. Maar die jongste, die zegt gewoon... ja, de vorige keer gingen we ergens eten. Dan heb je een groot stuk vlees. Dan moet je met z'n twee delen. Hoe heet ze? Share dining. Ja, nee, maar... Mixed grill. Chateaubriand. Oh, Chateaubriand. Oh, dat is wel lekker. Dus hij zit te kijken op de kaart en zegt... Pap, wat is Chateaubriand? Ik zei, dat is een grote keer vlees. Hoe? Chateaubriand. Hij zegt, die wil ik. Die gaan we delen. Ja. Ik zei, dat vind ik toch fantastisch. Als zo'n ventje in één keer voor jou... ik hoef geen patat. Nou ja. Met een stukje vlees. Chateaubriand. Wel een goeie. Heerlijk. En die oudste ook, maar die oudste is tegenwoordig ook een bulk, hè? Want die is, ja, die wordt fit, jongen. Ja? Ja. Fit boys dan bulken. Fit boys. Ja. Dus jouw hele huis komt ook over en allemaal shakies en... Doen ze bij mij thuis ook die... Het is wel grappig dat we uiteindelijk op een periode komen dat we eigenlijk onszelf een beetje in terugzien. Deze week kreeg ik een filmpje binnen van mijn dochter van 20. Ja. En die heeft een Australië gekocht. Ja, cool. Zo'n felgekleurde, zeker. Ja, een knal, een roze met zwart. En die staat naast de moeder. En ik zie gewoon een beeld van 20 jaar, 25 jaar terug. Weet je wel, wat de freak, man. Dat is toch vet? Kikken, man. Super grappig. Air Max'jes aan. Ja, joh. Ja, je ziet gewoon zelf wat. Ik was toevallig bij Steve. Ze kwam binnenlopen de pak. Ik dacht, ja, ziet er cool uit. Ik vond het leuk. Tijd haalt ons in, boys. Ja, man. Maar kan je ook nog herinneren dat dat vroeger gezegd werd door je ouders? Dat je ouders zeiden van... Had ik dat spijkerjasje maar bewaard, want dat is nu weer in de mode. Ja. Ja. En dan wij dan zo, op dat moment zo zat we, ja, dacht, tuurlijk. Ik heb zelfs mijn Jordans van die tijd weer herkocht, zeg maar. Ja, daarom. Dus die had ik toen ik 12 was, kocht ik die Jordans. Die waren toen helemaal hot. Ja. En toen kwam ik ze op een gegeven moment, nu 10, 15 jaar geleden, kwam ik ze weer tegen in de winkel. Waar ze net voor het eerst. Hoop geld voor betaald, maar ik denk uiteindelijk, ik wilde ze weer. Dus gewoon al die schoenen komen weer terug. Toch kijken? Had ik toch? Maar ook gewoon hele kledingstijlen, weet je wel? Gewoon de Australian. Ja, Cavallo, Bombier komt daar. Nou, ik hoop toch echt dat die broeken van MC Hammer niet meer terugkomen. Ik hoop het wel, die drollen van hem. Of die, hebben jullie die ook, die Gorilla Wear broeken gehad? Ja. Van die zak aan de zijkant. Nee, als je wat indeed, je sleutel zakte die van je broek, hoor je reet af. Weet je nog, 1994, had je die lijn van John de Wolf. Met met die kruiden. Ja. Nou ja, maar die overhemden. Ja. En nu zag ik van de week... Wanneer was gisteren op eergisteren rijden we door de stad en lopen de gozer in de Carlo Colucci. Was het jou? Die Carlo Colucci trui. Ja, maar Carlo Colucci komt er helemaal terug. Ja, dat is toch cool. Ding, internet zat er helemaal vol mee. Houd ze maar bewaard, jongens. Ja. Truien, jasjes, alles. Ja, maar dat zeiden onze ouders dus vroeger ook. Had ik hem maar bewaard. Ja. Ja. Dus je hebt gelijk, Bert. Circle of fucking life. Ja. Maar was vroeger een exciting ook. Als je zei, ken je Rodney? Ja, Rodney. Ja, die gozer die had in die Calculus-trui. Die ken ik. Met die ketting. Ik word hier een beetje depressief van, dus dat de Circle of Life weer terugkomt. Dat we daar gewoon onze eigen jeugd her gaan leven bij onze kinderen. Ja, ik heb even iets nodig wat me uit de dalen trekt. Oh, echt waar? Iets van een mop of zo. Een mopje? Een lachetje. Even een lachetje. Hebben we een lachetje? Ik weet niet. Ben je aanwezig? Is er iemand met een lachetje? Een beetje grappig. Dat weet ik eigenlijk niet. Jij een goede mop voor mij. Denk je dat je mij het lachen kan krijgen? Ja? Ja, kom maar op. Wat is de overeenkomst tussen een kanarie en een homo? Oh, dat is strand op het stokje en zaad in je mond. Ja, godverdomme. En dan nu, de mop van de week. Zit er een man en een vrouw, die zitten in het café en die raken een beetje aan de praat. Gezellig, drankje over en weer, ze lachen, ze giechelen wat en dat klikt eigenlijk wel. Dus zegt die man op een gegeven moment, hij zegt, ik besluit eigenlijk, ik stel voor om het bij mij thuis voor te gaan zetten. Nou, die vrouw die... Van, nou, dat is goed, weet je, dat is leuk. Dus hun gaan naar die man naar huis. En hij laat het huis een beetje zien. En, weet je wel, en op een gegeven moment, ze kijken een beetje de slaapkamer.
zie ze dat heel die slaapkamer, die staat vol met knuffelberen. Allemaal van die knuffels en zo. Ja, aan de ene kant was ze een beetje verbaasd, maar aan de andere kant dacht ze ook van, het is een hele stoere vent, weet je, hij heeft toch ook een beetje de zachte kant en een beetje de gevoelige kant. Dus nou, op een gegeven moment een wandje ingeschonken, ze gaan op de bank zitten en dan ben je een beetje te friemelen, een beetje te kussen en op een gegeven moment gaan ze toch die slaapkamer in. Dus kijk nog eens een keer, weet je, allemaal die knuffels van groot naar klein gesorteerd. En op een gegeven moment, ze hebben flinke goede seks. Dus, en op een gegeven moment, ochtends wordt ze wakker. Ze zegt, ik heb zo genoten van je gisteravond. Vond jij het ook zo lekker? Hij zei, nou, jij mag een knuffel van de onderste plank kiezen. Jezus, man. Jezus. Dus ik heb nog een grapje. Ik heb een overleg gedaan met Isabel. Die zei dat het wel kon. Ik dacht misschien... Oh, je geeft mijn vrouw gewoon hier voor de leeuwen. Ja, dat zei ze van de week. Zeg maar dat het mocht van mij. Oké. Okay. Wat is het toppunt van gemeenheid? Gemeenheid? Ja, wat is het toppunt van gemeenheid? Geen idee. Door elkaar heen praten totdat er iemand met ADD aanwezig is? Nee. Verhoortje naar zijn kamer sturen en zeggen... Als je de maker doet, kom je maar weer naar beneden. Slecht. Nee, die ken ik niet. Nee. Hij is wel grappig. Isabel, ik vind dat het niet kon. Alles kan. Ik distancieer me van deze uitspraak. Ja. Jongens, ik wil jullie allemaal weer een hele, hele, hele hartelijke dank geven voor vandaag. Yes. Yes. Ik vond het erg weer gelachen. Ja. Ja. Goede voorbereiding ook, gewoon nul. Nul. Nee, gewoon vol erin. Geen goed. Geen stiltes. Nee, sorry. Oké, iedereen thuis, hartstikke bedankt. En tot volgende week. Later. Welkom bij Ongezout Lekker. Heb je ons al 5 sterren gegeven? En volg je ons al op de socials? Dankjewel. Kusje op je voorhoofd.